Goeienacht, goeiemorgen, goeiedag allemaal. Het is gebeurd. We hebben een regeerakkoord. Na een paar moeilijke maanden zijn de onderhandelaars er vrijdagnacht eindelijk in geslaagd om het met elkaar eens te worden. In het Vlaams regeerakkoord staat er wat de nieuwe regering de komende 5 jaar wil doen. Er staat dus heel wat te veranderen, ook op school. Er zal een smartphoneverbod komen in het lager onderwijs. Dit wordt ook een aanbeveling voor het secundair onderwijs, maar geen verplichting dus. Pedagogische studiedagen worden afgeschaft. Hup, wegsfeer. Om de lestijd te maximaliseren. De levensbeschouwelijke vakken, zoals godsdienst in het gemeenschapsonderwijs, maken plaats voor het vak interlevensbeschouwelijke dialoog. Nederlands wordt cruciaal in de nieuwe Vlaamse regering. Anderstalige ouders die geen Nederlands willen leren, zullen hun schoolbonus verliezen. Het taalniveau voor nieuwkomers wordt ook stevig opgekrikt en in de lagere school zal de helft van de lestijd naar wiskunde en Nederlands moeten gaan. Tot slot zal er ook flink geïnvesteerd worden in onderwijs. Het onderwijsbudget zal groeien met 500 miljoen euro per jaar. Dit met als doel om de onderwijskwaliteit op te krikken.